Wat we zien is dat er veel gebroken relaties zijn, dus scheidingen. Of de vader is niet aanwezig, zie je in veel gevallen. Heeft tot gevolg dat de jongeren minder aandacht krijgen. Omdat de partners, de vrouwen in feite, bepaalde issues krijgen. Krijgen dus verdriet. De jongeren ervaren een traumatische situatie. Waardoor ze eigenlijk niet gefocust kunnen zijn op positieve dingen. Want je vaak ook ziet dat de ouders niet in staat zijn om liefdevolle woorden te uiten naar de kinderen. Waardoor ze in feite ook een soort blokkade krijgen. Wat leidt tot een verslechterde relatie tussen ouder en kind. En wat wij doen is dat we die mensen weer zicht geven op de relaties. Dat de relaties belangrijk zijn, dat ze elkaar lief moeten hebben. Dat ze op een goede manier moeten communiceren met elkaar, naar elkaar moeten luisteren. En dan krijg je een hele andere atmosfeer in huis. Dus eigenlijk een harmonieuze sfeer krijgen in huis. En die sfeer is nodig om een goede relatie te kunnen ontwikkelen. Ja, persoonlijke coaching houdt in dat je dus één keer per week een uur tot anderhalf uur met de jongeren bezig bent. Die gaan naar de jongeren toe, thuis, bij de ouders. Je kan dus lekker buiten zitten, in de tuin of op het erf kun je dus zitten en praten met de jongeren. Waardoor de jongeren inderdaad zichzelf kan zijn. Wat er gebeurt is dat de jongeren een vertrouwensband ontwikkelt met de coach. En de coach is getraind en gescreend. Dus iedereen kan coach worden. Je wordt dus eerst gescreend en dan word je getraind en kun je coach worden. Die coach gaat dus daarheen om te luisteren naar de jongeren, wat de coachingvraag is. Waar loopt hij tegenaan? Gaat het om huiswerk? Gaat het om schulden? Gaat het om verkeerde vrienden? Gaat het om verkeerde seksuele ontwikkelingen? Dat is het uitgangspunt van de coaching. En daarna gaat de coach aan de slag om zo 9 maanden de jongeren te coachen. Zodat hij in feite een verandering die zichtbaar is, doormaakt. Heeft u een terugval kunnen merken na die 9 maanden? Nee. Dus wat we zien is dat die jongeren inderdaad stevig worden gecoacht. Dat we 2 maanden nazorg bieden. Dat de coach in beeld blijft bij de jongeren. Want de jongeren inderdaad, als hij een bepaalde vraag heeft, kan terugvallen op de coach. Zodat hij in feite wat hij geleerd heeft, kan behouden.